1 november 2008. Maanden vliegen voorbij, maar de dagen duren steeds langer. Het verschil tussen vorige week en gisteren weet ik niet meer. Mijn hand zit vol krassen, maar morgen zijn die verdwenen. De deuk in de deur niet. Die blijft als herinnering dat ik er niet doorheen kon komen. In de hoek staan nog wat dozen met oude spullen, maar uitpakken heeft toch geen nut. Kost wat tijd en moeite, maar je krijgt er niks voor terug. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik wat strepen en vlekken. Die veranderen in tafels en stoelen als ik ze open doe. Maar veel interessanter zijn die niet. Er is hier nooit iets interessants. Nog even en ik ben weg. Vijf, vier, drie, twee.